Door de kortsluiting in het hoogspanningsnet begin deze maand rijden er tijdelijk bussen tussen Lelystad en Dronten. Maar dat gaat niet helemaal zoals gepland, want gisteren stonden reizigers uren te wachten op vervoer. Vanaf 2050 moeten we eraan geloven, dan moeten alle woningen aardgasvrij zijn. In Zeewolde denken ze daarvoor de oplossing te hebben gevonden. En van babyzwemmen tot seniorengym. Voor iedereen is er wat te doen de komende week in Lelystad. De Nationale Sportweek is namelijk gestart. Het is vrijdag 16 september. Dit is Flevoland. Goedenavond. Het levert veel frustratie op bij reizigers tussen Lelystad en Dronten. Niet alleen de treinen rijden niet op dat traject. Ook het vervangend busvervoer laat behoorlijk te wensen over. Zo moesten reizigers gisteravond uren wachten op een bus. Ik kom laat aan op mijn werk. Ik kom laat aan bij mijn zoontje die op de opvang zit. Dus dat betekent dat er ook personeel daar wat langer op de opvang moet blijven. En voor mij is het ook gewoon vervelend. Want je bent veel langer onderweg dan de bedoeling is. Ik sta van 7:10. En hoe laat is het nu? 9:10 geloof ik. Of 9:15. Dus, ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het vreselijk dat ze de mensen dat ook aandoen. En het is niet de eerste keer hoor, zaterdag was het dito. Ook zo lang moeten wachten. Mensen onderling taxis regelen om naar thuis te komen. Reizigersorganisatie Rover heeft de NS opgeroepen om maatregelen te treffen. Zo vindt de organisatie dat de NS meer lijnbussen moet inzetten tussen Lelystad en Dronten en de reizigers moet compenseren. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En inderdaad de gevallen dat mensen 2,5 uur op het station hebben moeten wachten. Ja, dat moet voorkomen worden. En wij zijn nu in gesprek met de busleverancier om de onderste steen boven te krijgen. Want ook wij willen graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. De NS onderzoekt hoe het huidige busvervoer verbeterd kan worden. Wij zijn dagelijks in gesprek met de busleveranciers om ervoor te zorgen dat we de komende tijd, want dit gaat nog even aanhouden tot medio december, om toch te kunnen garanderen dat ook de reizigers in Flevoland op hun bestemming kunnen komen. Vandaag zien we dat de reizigers daar niet vanuit kunnen gaan. Maar ook van het weekend adviseren we onze reizigers om toch hun reis uit te stellen, een alternatief te zoeken of om te reizen via Zwolle Amersfoort. Want dat is het alternatief, omrijden met de trein via Zwolle en Amersfoort. Maar ook dat verloopt niet vlekkeloos, want die treinen zitten nu al vol. We zijn aan het onderzoeken naar de mogelijkheden. Zo zijn we aan het kijken of bijvoorbeeld tussen Zwolle en Amersfoort dat we de treinen kunnen verlengen. Of waar mogelijk extra treinen kunnen inleggen. Dat willen we graag. Maar ja, dat moeten we onderzoeken wat mogelijk is. Uiteindelijk gaat de provincie over het busvervoer en daarom heeft de CDA-fractie in Provinciale Staten gevraagd of Connection de komende maanden lijn 143 van Kampen naar Dronten kan laten doorrijden naar Lelystad. Alle Nederlandse woningen moeten voor 2050 van het gas af zijn, zo wil de regering dat. In Zeewolde kijkt het college naar alternatieven voor aardgas om bestaande woningen mee te verwarmen. Een groep bewoners zegt de perfecte oplossing te hebben gevonden, waterstofgas. NASA maakt al meer dan 50 jaar gebruik van waterstof. De grote industrie in Nederland maakt ook al jaren gebruik van waterstof. Het is geen nieuwe technologie. Alleen de schaal waarop het nu uitgerold moet worden is veel groter. En er moeten gewoon productiefaciliteiten komen om te zorgen dat het ook aangeboden kan worden. Gisteren sprak Rob van der Laan bij de commissievergadering in Zeewolde. De gemeente wil woningen in de Wildbuurt, de Vlinderbuurt en de Vissenbuurt van het gas afhalen. Voor een oplossing kijkt het college naar een hybride waterpomp, stadsverwarming of waterstofgas. Al is die laatste oplossing niet goed uitgezocht, vindt Van der Laan. Vanuit de groep die ik vertegenwoordig, waterstof in Zeewolde, zijn er mensen die contact hebben gelegd met de betreffende ambtenaar. En in dat gesprek werd aangegeven dat waterstof eigenlijk geen reële optie is. Dus dat zou betekenen dat in de gesprekken ook waterstof niet meer meegenomen gaat worden voor de keuze van deze bewoners. Terwijl wel richting de raad wordt gepresenteerd dat waterstof een serieuze optie is. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik toch probeer om wat meer bekendheid te krijgen. Omdat ik denk dat het gewoon de beste optie is. Want niet alleen huizen moeten van het aardgas af, ook de industrie. En dan is volgens Van der Laan waterstofgas een aantrekkelijk alternatief. De warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie. In de energietransitie moeten ook de bedrijven hier op het trekkersveld moeten uiteindelijk van hun fossiele brandstof af. Op het moment dat we die mee kunnen krijgen naar waterstof,
hebben we een synergie. Dan kunnen we en de gebouwde omgeving op waterstof over laten gaan. En de bedrijven in het trekkersveld kunnen ook van de fossiele brandstof af. Hij hoopt dat het college alsnog met woningeigenaren en de industrie om de tafel gaat zitten. Of verwacht hij dat met of zonder hulp van de gemeente waterstofgas er toch wel komt? Als dit niet lukt, dan voorzie ik eigenlijk dat er veel huiseigenaren zelfstandig tot de productie van waterstofgas over zullen gaan. En dat mensen units in hun tuin gaan zetten om daar waterstof te gaan produceren. En dat lijkt me erg ineffectief allemaal. Dus u zegt linksom of rechtsom, het gaat sowieso wel gebeuren. Ik denk dat het sowieso gaat gebeuren. Flevoland is dit jaar tot en met eind augustus koploper van Nederland in oversterfte. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek stierven dit jaar bijna 15% meer inwoners dan op basis van historische cijfers verwacht zou mogen worden. Het gaat dan om ruim 1800 sterfgevallen en dat zijn er 233 meer dan verwacht. Landelijk gezien ligt het aantal sterfgevallen dit jaar bijna 6% hoger dan verwacht. Het CBS kwam eerder tot de conclusie dat de oversterfte in het voorjaar voor een deel komt door de coronapandemie, maar dat het virus niet alles kon verklaren. Met een koninklijk besluit mag de orchideeënhoef in Luttelgeest de komende 25 jaar het predicaat hofleverancier dragen. Het predicaat wordt door de koning toegekend aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. De orchideeënhoef is al jarenlang een geliefde bestemming voor toeristen uit binnen- en buitenland. In het park worden jaarlijks bijna 300.000 bezoekers verwelkomd. In februari werd de tropische attractie voor de 11e keer uitgeroepen tot leukste uitje van Flevoland. Een opmerkelijk onderzoek op Lowlands heeft een prestigieuze prijs gewonnen. Leidse onderzoekers probeerden in Biddinghuizen de opwinding tussen datende festivalbezoekers vast te leggen. Dat onderzoek is beloond met de zogenoemde Ig Nobelprijs. Dat is een prijs voor een onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna aan het denken zet. Op Lowlands hadden we een container. En daar stopten we een man en een vrouw of een jongen en een meisje in. Wij hebben hun eye-tracking brilletjes opgezet, zodat we precies konden meten of ze elkaar aankeken en waar ze precies naar keken. Ook hadden ze hartslag-elektroden op en elektroden aan de vingertoppen om fysiologie te meten, opwinding eigenlijk. Gezichtsexpressies, lichaamstaal, dus echt een heel compleet pakket van maten van emotie eigenlijk. En wat we vonden was dat geen van die, van die maten eigenlijk voorspellend was voor het succes van de date. Maar als er synchronisatie was tussen twee mensen, als ze tegelijkertijd opgewonden of nerveus werden en samen weer rustig werden, dat was hetgeen dat echt een band smeedde. En samenhing met de kans op dat ze elkaars telefoonnummer uiteindelijk wilden hebben. Almeerders zien nieuwe hoogspanningsmasten in Flevoland wel zitten, maar ze willen die gigantische masten niet in hun achtertuin. Dat bleek gisteren bij een informatiebijeenkomst van netbeheerder Tennet in Almere. Dwars door Flevoland moeten nieuwe hoogspanningsmasten komen te staan, van Diemen in Noord-Holland tot het noordelijk deel van de provincie in Ens. Waar energiebedrijf Tennet de masten precies gaat plaatsen is nog niet duidelijk. Sandra Duim, die al 30 jaar in de Filmwijk woont, is verbaasd dat er weer nieuwe zware masten moeten komen. Er is namelijk pas eigenlijk een uitbreiding geweest. We dachten van dat is voorlopig voldoende. Nou, dat blijkt niet voldoende te zijn. We zijn op dit moment natuurlijk heel veel stroom, duurzame stroom ook aan het opwekken. Verschillende windparken op zee, die moeten we op elkaar aansluiten. Op dit moment kan het door de kabels die er zijn, maar op termijn zal dat niet voldoende zijn. Dus dan moet er een kabel bij. Buurtbewoner Dick Verhoeven is ook niet te spreken over de aanleg van meer masten. Ik vind het niet echt een mooi gezicht. Er loopt een enorm tracé dwars door Almere heen. Maar misschien dat we buitenom kunnen. En volgens mij bijvoorbeeld langs de snelweg, direct langs de A6. Wij zijn eigenlijk een beetje tegen het bovengronds doorgaan. Wij hebben eigenlijk zoiets van, misschien kan het beter ondergronds. Dit is een slagader van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Daar willen we qua onderhoud, qua storingen willen we dat optimaal hebben. En dan is een bovengrondsverbinding is dan het beste. Is het een centenkwestie? Dat speelt op dit moment geen enkele rol. Flevolanders kunnen tot 14 oktober hun reactie geven op het plan voor een tracé van hoogspanningsmasten door de provincie. Nou, ik hoop dat die allemaal geluisterd wordt. En dat daar het beste tracé voor ons allemaal uitkomt.
De Rijksoverheid doet mee, de TenneT doet mee. Ja, ik weet niet hoeveel invloed wij dan hebben. Het zijn natuurlijk wel de grotere ondernemingen die vaak de vinger in de pap hebben. Nee, dat is niet de bedoeling hoor. Het voornemen is om echt in participatie, hè, dus echt in samenspraak ook met overheden hier in de buurt en met de mensen in de buurt, goed kijkend ook naar behoeften en wensen die daar zijn en kennis die daar is ook over waar we het beste tracé neer kunnen leggen om gezamenlijk te gaan zoeken naar de beste oplossing. Er komen nog twee informatieavonden in Flevoland, in Zwifterband en in Lelystad. De Nationale Sportweek is vandaag van start gegaan. In het hele land worden de komende week activiteiten gehouden om mensen in beweging te krijgen. Van babyzwemmen tot seniorengym. De opening van die sportweek was vanochtend in Lelystad bij middelbare school Porteum. Olympisch schaatskampioen Jorien Termors gaf het startschot voor de Nationale Sportweek. Op en rond het schoolplein van Porteum konden leerlingen verschillende nieuwe sporten uitproberen. Ja, vandaag is er een best wel speciaal. Er is een kartbaan op de parkeerplaats gebouwd. Ze kunnen bij La Fomenta Academie voetballen, streetbal van de Flevo Musketeers. Er is een wipe-out activiteit op Laas, dartboard, kickboksen. En ze kunnen ook nog iets met de merken voetbal doen met vlekvoetbal Lelystad. Hey, wat ben je aan doen? Kickboksen, ja. Kon je al kickboksen? Nee. Maar lijkt het je wat? Ja, heel leuk. Ik zie jou vol interesse naar het kooivoetbal kijken. Ja, klopt. Wil je zelf niet meedoen? Nee, ik ken degene die nu alles wint. Ik ga het niet winnen van hem. Maar het blijft niet bij vandaag. De komende week worden in de hele provincie sportactiviteiten georganiseerd. In Lelystad zelfs 113. Of het nou korfbal is, hockey is, tennis is. Of zwemmen is. We hebben ook een mooie Be Active Night in het zwembad. Alle doelgroepen worden aangesproken. We hebben voor alle doelgroepen hebben we activiteiten lopen. Of het nou zeg maar golden sport is met oudere mensen. Of met de jongste jeugd babyzwemmen bij wijze van spreken. Voor iedereen is er aanbod. En voor iedereen is er ook wat in Lelystad te vinden. Ook op de middelbare school is er de komende week genoeg te doen. Alle eerste klassen volgen volgende week een sportkliniek bij een vereniging in Lelystad. Dat gaat van klimmen tot bij de sportbedrijf tot aan kickboksen of softbal. Volgende week donderdag is de eerste Porteumloop voor de eerste klasse. Dus dan is er een hardloop-evenement van 1,8 kilometer hier. Waar ze ook aan deel nemen. En op vrijdag sluiten we af met medewerkerssport. Want ja, dat is ook belangrijk. Medewerkerssport? Ja, dus alle medewerkers worden ook uitgenodigd om mee te doen met clinics bij de vereniging. Voor je het weet sta je te voetballen tegen een Nederlands docent. Ja. En dat allemaal met maar één doel. Mensen in beweging brengen. Ik denk dat de afgelopen jaren wel heeft bewezen dat het belangrijk is om voor je lichaam, maar zeker ook voor je geest, om daar goed voor te zorgen. En dat je dan preventief, wat er ook op je afkomt, of dat nou corona is, of dat nou griep is, of iets anders, dat je dat goed kan handelen met jezelf. En als je dat samen met mensen doet, bouw je ook nog een netwerk op. Dat zijn ook nog mensen die jou nog eens een keer zouden kunnen ondersteunen als je dat nodig hebt. Dus sport is gewoon belangrijk voor je. Het doet iets met je. Kickbokser Andy Semeleer uit Emmeloord vecht morgen voor het eerst bij de prestigieuze kickboksbond Glory. Dat is dezelfde bond waar bekende boksers als Badr Hari en Rico Verhoeven ook bij zitten. Ja, ik ben hartstikke fit. Ik heb keihard getraind. Dus ik ga ervan genieten. Tot nu toe vocht Semeleer bij de bond Enfusion. Dat hij nu mag vechten bij Glory, de bond waar ook Badr Hari en Rico Verhoeven onder strijden, ziet hij als een promotie. Het is inderdaad een stapje hoger, maar bij Enfusion had ik het om zo maar te zeggen uitgespeeld. Ik had alle jongens al verslagen. Ik was tweede divisiekampioen. Dus ik had geen uitdaging meer. Dus een stapje hoger is in dat geval alleen maar in mijn voordeel. Het niveau ligt dan wel wat hoger. Semeleer kijkt vol vertrouwen naar de wedstrijd van zaterdag. Hij bereidt zich goed voor. Ik ben in Spanje geweest voor 6 weken. En daar zijn we bezig met een trainingskamp aan het opbouwen. Je wordt wakker, je gaat zeg maar op tijd trainen. Je gaat, voordat de zon opkomt, ga je trainen, want anders is het veel te benauwd. Je trainen in de ochtend is vaak pets training. En dan smiddags is lekker relaxen, bijkomen. En dan s'avonds gaan we weer trainen. Of cardio, of sparren. 2 keer per dag, alleen zondag niet. En dat allemaal voor 1 wedstrijd, maandenlang. Dat trainen doet hij al 8 jaar lang met coach Boy van Veen. Ook Van Veen ziet de toekomst van Semeleer bij Glory positief in. Eigenlijk werk je altijd door naar het volgende doel. En zo zijn er wat goals geweest inderdaad. Ja, en dit is eigenlijk een van de laatste goals die er gehaald moesten worden. Dus dat is gelukt. Ja, maar wat is er hierna dan nog?
Hier kan je ook de wereldtitel pakken binnen Glory, dus dat is volgende. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet, nee, klopt. Ik ga zaterdag alles op alles zetten en overal beter in zijn, conditioneel sterker dan hem en slimmer dan hem. En ik ga hem helemaal uitspelen. En dit was Flevoland Vandaag. Ik wens je voor nu nog een fijne avond en alvast een heel mooi weekend. Dag.